Mijn naam is Nicole Archangel en ik werk als informatiemanager bij de gemeente Amsterdam. Hoe de stad is gevormd, hoe de stad eruit ziet, daar zorgt de gemeente voor. En dat trakt me heel erg aan. Als gemeente Amsterdam heb je eigenlijk een voorbeeldfunctie. Niet alleen voor Nederland, maar ook voor de rest van de wereld. En als gemeente wil je ook voor blijven lopen. Wat je ziet is dus dat er op technologisch gebied heel veel gebeurt. Een van de meest spannende ontwikkelingen op dit moment is data. Als we nou bijvoorbeeld bomen zouden taggen met chips, dat ze zelf kunnen aangeven of ze gezond zijn, of ze voldoende water hebben, of de lucht eromheen, of dat wel goed is, dus fijnstof bijvoorbeeld, denk daaraan. Dat al die informatie automatisch naar een centrale server zou kunnen gaan en dat je dan uit die informatie dus van achter je computer precies zou kunnen zien waar welke bomen binnen de stad gezond zijn of juist meer aandacht nodig hebben. Ik spreek heel erg naar de toekomst toe, maar dat zijn wel de ontwikkelingen die eraan komen. Dat is dus wat informatiemanagement ook binnen de gemeente op dit moment zo interessant maakt. Omdat dat de dingen zijn waar we nu over moeten gaan nadenken voor later. Omdat die ontwikkelingen er toch aankomen. Als je buiten de deur stapt, eigenlijk van je kantoor of van je huis, alles wat je ziet wordt door de gemeente Amsterdam bedacht en gevormd. En wat is mooier dan dat, om daaraan mee te kunnen werken. Over 5 jaar zie ik mezelf nog steeds werkend met informatie en technologie binnen de gemeente Amsterdam. Als je erover nadenkt om te komen werken als informatiekundige bij de gemeente Amsterdam, dan moet je dat vooral doen. Dit is een vakgebied heel erg in ontwikkeling. En daardoor liggen er gewoon heel veel kansen.